14 september is het Kickstart Lab officieel van start gegaan met een feestelijke opening. Het Kickstart Lab biedt een plek voor jonge ondernemers om samen te komen en elkaar te inspireren bij het starten van een onderneming. Meer hierover ziet u in de volgende video. Kickstart Lab is een plek waar alle studenten, alle jongeren uit Delft en omgeving die willen ondernemen, welkom zijn om dat te ontdekken. Je hebt in Delft natuurlijk Yes Delft Students. Wat je ziet is dat Yes Delft voornamelijk een focus heeft op tech. En wij zitten, het kan ons niet gek genoeg zijn eigenlijk. Mag alle vormen van ondernemerschap zijn welkom. Ik denk juist de samenwerking met hbo-studenten en wo-studenten dat heel inspirerend werkt. En je ziet al, we hebben meerdere projecten gedraaid met onder andere de Haagse Hogeschool, dat hbo-studenten mbo-studenten ook stimuleren en andersom. Ik vond het heel goed gaan, vooral voor de eerste keer voor zo'n groot publiek. Heel spannend, maar het was heel leuk. Kom lekker binnenlopen, stuur ons een berichtje. Op allerlei manieren. Zoek ons op, zou ik zeggen. We doen dit onder andere met steun van de gemeente Delft. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En op die manier kunnen we eigenlijk een plek bieden waar je in die eerste stappen een kantoor kunt hebben, mentoren kunt krijgen, ondernemerschapsonderwijs kunt volgen zonder dat je daarvoor hoeft te betalen nog. Ik vind het een superleuk initiatief, dus kom zeker terug. Op de Muiskelaan in Delft is er nu voor iedereen een fijne plek om bij de coronatijd stil te staan. Op 14 september werd de corona-gedenkplek onthuld door burgemeester Marja van Bijsterveld. Bij dit bijzondere moment zie je aan het park, aan de Muiskelaan. Mijn naam is Sandra van Vianen en ik ben vanavond uw ceremoniemeester. Vanavond staan we stil bij wat corona voor de stad Delft heeft betekend. En we nemen zo ook de gedenkplek voor de stad in gebruik. Drie sprekers zullen hierbij stilstaan. Burgemeester Van Bijsterveld, stadspredikant René Strenghold en de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Reinier de Graaf Gasthuis, Carina Hilders. Na de toespraken onthullen we de gedenkplek. Hier op deze plek, waar we vandaag de corona-gedenkplek zullen onthullen. U had kunnen denken, de coronacrisis ligt inmiddels al zo ver achter ons. Waarom zou ik daar nu nog bij stilstaan? Maar dat dacht u blijkbaar toch niet en daar ben ik blij om. Want die uitzonderlijke periode kan niet zomaar gewist worden uit onze geschiedenis of uit onze gedachten. Als we erover zouden zwijgen, gaan we voorbij aan de grote impact die deze crisis op veel mensen, op vele Delftenaren, heeft gehad. En de gevolgen die velen nu nog steeds hiervan voelen. Het is goed om daar met elkaar bij stil te staan. Op zondag 15 maart 2020 keek ik met miljoenen andere Nederlanders naar de persconferentie van het kabinet. Daar werden ons de onvoorstelbare berichten medegedeeld dat de scholen in Nederland de volgende dag voor langere tijd dicht zouden blijven. En dat alle horeca diezelfde avond nog om 18 uur de deuren moest sluiten. En als ik terugdenk aan het begin van de coronacrisis, herinner ik me de verslagenheid van alles wat opeens niet door kon gaan. Evenementen afgelast, diensten die niet door kunnen gaan, niet meer samen kunnen komen. En ook de omschakeling, online diensten, online vergaderen, creatieve manieren zoeken om mensen te ontmoeten nog, of contact te houden. En ook, wat voor ons ook heel belangrijk was, het openen van de nieuwe kerk voor 3 middagen. Om toch voor mensen in de stad een luisterend oor en een kop koffie te kunnen bieden. In afstemming met de Maria van Jessekerk. Want is alles nu weer normaal? Of heeft corona toch iets veranderd? Opeens krijg je die boodschap van een pandemie. En niemand wist wat dat inhield. Als voorzitterraad van bestuur van het ziekenhuis wist ik 1 ding. Het moet gezond blijven. En waarom? Omdat we met elkaar die organisatie staande moeten houden. Dus die verantwoordelijkheid die je altijd al hebt, die nam enorm toe. Van de ene op de andere dag.
dat je nog meer realiseerde hoe belangrijk het ziekenhuis in deze regio is voor alle mensen die zorg nodig hebben. 3, 2, 1. De Sportraad in Delft bestaat 75 jaar. De Sportraad verbindt alle sportverenigingen in Delft en stimuleert sporten en bewegingsonderwijs. Omroep Delft was bij het jubileumfeest om meer te weten te komen over de geschiedenis van deze bijzondere organisatie. Ik ben Bruun van der Stuit en er was mij gevraagd in het kader van 75 jaar Sportraad Delft om als gastheer op te treden en de zaken aan elkaar te babbelen hier vanmiddag. Bij Fullspeed. Nou, we hebben hier een geweldig feest met elkaar. 75 jaar Sportraad Delft en dat in de Sportweek. Dat is natuurlijk prachtig. We bestaan inderdaad 75 jaar. We zijn opgericht in 1948. Toen was het natuurlijk na de oorlog en er waren allerlei zorgen over gezondheid en over sporten en er waren weinig mogelijkheden. En toen is eigenlijk vanuit de oude traditie van saamhorigheid zijn een aantal verenigingen kwamen bij elkaar. En die hebben in de Boudon is een kroeg op de Oude Delft, hebben ze een soort reglement gemaakt met elkaar. En dat reglement is uiteindelijk vertaald in de oprichtingsakte van de Sportraad van Delft. En dat betekent dat vanaf dat moment er een vereniging van verenigingen was die ervoor zorgde dat er een serieuze gesprekspartner voor de gemeente ging ontstaan. Dat is eigenlijk kort en goed de achtergrond van het ontstaan van de Sportraad. Zometeen bieden wij een boekje aan en dat boekje geeft helemaal precies aan niet van jaar tot jaar, maar wel qua decennium, wat er in die periode gebeurde. En dan zie je dat er allerlei verschillende varianten zijn qua, laten we zeggen, aandacht. Dus de ene keer gaat het meer over accommodatie, de andere keer gaat het meer over de samenstelling en dan gaat het weer over de levensvatbaarheid van verenigingen. Maar de consistente lijn is, de belangen van de verenigingen die moeten boven tafel blijven. Wat voor ons heel belangrijk is, is dat mensen ook zien dat sporten leuk is. Dat je ook met zo'n sportweek kijkt, wat past nou bij mij? En ja, dan is het mooi dat we dat van twee kanten uit heel erg propageren in de stad. Met de hoop dat heel veel mensen gaan sporten en lid van een vereniging worden. Dat is wel eens anders geweest. De belangen van de sporters en de financier is niet altijd gelijk. Dus we hebben wel eens discussies over accommodaties, over waarom moet de sportpark Brasserskade weg, waarom kan er niet een nieuwe locatie komen op Kerkpolder, hoezo zwembad Kerkpolder niet uitbreiden, waarom moet Sportfonds de bad aan de Weteringlaan weg. Dus die discussies hebben we, maar daar zijn we ook voor. Dus we zijn ervoor om met elkaar het beter te maken. En ik moet wel zeggen dat kunnen Karin en de huidige sportraad in ieder geval redelijk goed. En dat betekent ook dat de relevantie van de sportraad groter is dan dat die ooit was. Nou ja, kijk, wat de sportraad doet is ons als gemeente ook scherp houden wat er in de sport in Delft nodig is. Dus niet per vereniging, maar het totaal. En dus dat heeft ertoe geleid dat wij echt een stevig investeringsplan sporten hebben. Dat we ook de sportweek organiseren, een sportakkoord hebben. Ja, daar is de sportraad voor ons een hele belangrijke partner in. Nou ja, wij kijken niet langer dan dat we kunnen overzien. Dus we zijn bezig met het ontwikkelen van een visie. En die visie die zegt eigenlijk, we zitten in een moeilijke tijd, want het verenigingsleven kalft af, hoe kan je daar nou wat aan doen? In ieder geval moet je ervoor zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn. Dus waar zetten wij als sportraad op in? Op bereikbare, betaalbare, bruikbare en toegankelijke accommodaties. En die vier kreten, die vier woorden, die vind je eigenlijk overal steeds terug. Dus als wij naar de komende jaren kijken, dan vinden we eigenlijk dat vitale sportverenigingen is een middel om een doel te bereiken, namelijk het bevorderen van de gezondheid van jongeren en oudere mensen
middels bewegen en sporten. Ja, daar is die sportweek voor bedoeld. Hè. Dat is het moment in het jaar waarin we dat allemaal laten zien. Tegelijkertijd zie je dat een organisatie als Haaglanden Beweegt ook door het jaar heen in de wijken ook probeert om kinderen aan het sporten te krijgen. En ook dat is heel belangrijk. Henk van der Beek, jij hebt een mooie sportcarrière achter de rug. En met name bij DHC. Kan jij eens vertellen hoe jij bent begonnen bij DHC? Nou, dat was dus dat ik lid ben geworden bij DHC. Dat was zelfs in de oorlog. In 1941, toen was ik 12 jaar. Dus die oorlog zijn we doorgekomen enzovoort enzovoort. Toen was die oorlog afgelopen. En toen speelde ik in DHC in de junioren. En waar je dus de kantine had en de tribune, daar stond meneer Doyer, Piet Doyer, oud voetballer van DHC. Hij zei, maar ik heb een vraag aan je. Ik zeg, nou ja, zeg het maar. Hij zegt, wil jij reserve zijn bij het eerste? Dan neem ik je even mee naar de kleedkamer. Dus ik met hem mee. Daar zitten al die gasten. Ook die daar op die grote foto zit, waren er ook een hoop bij. En toen zegt hij, hij zegt, mannen, hij zegt, dit is Henk van der Beek. Die is vandaag reservekeeper. Hoe oud was jij toen, Henk? 18 jaar. 18 jaar, oké. Ik was 18 jaar. En nou ja, ik ging me ook uit omkleden enzovoort enzovoort. Dus dat elftal ging het veld op. En nog een paar reserves waren erbij. En ik liep daar achteraan. En dat veld was uitverkocht. Dus je keek zo omheen. Ja. Hé? Maar goed, die wedstrijd wordt gespeeld. Blauw-wit in de aanval. En wat gebeurt er? Er komt een blauw-witter, die komt er doorheen. Met de bal. En Piet Boot, die laat zich op de bal vallen. En die blauw-witter, die schopt per ongeluk door. En die raakt zijn arm. Dus hij kon niet verder. Dus die trainer die er stond, Bob Stam, die stond. Henke! Invallen, kom op. Dus, nou ja, ik zou je eerlijk vertellen, ik krijg daar nog de rillingen op mijn rug. 18 jaar ben je. En dan voor zo'n, nou, bijna 10.000 mensen die daar. En die applaudisseerden omdat ik in die goal moest. Kan ik nooit van mijn leven vergeten. De Delftse Joelle Gooyer is kandidaat Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Ze staat op plaats 5 van de lijst. In een interview met haar vertelt ze ons kort wat ze wil betekenen voor Nederland. Joelle Gooyer staat nu op de kandidatenlijst van de ChristenUnie op plek 5. Waarom wil je dit graag en wat vind je ervan om op die plek te staan? Nou, allereerst vind ik het heel eervol dat ik op die plek neergezet ben. Ik wil het graag omdat ik heel graag werk wil maken van de thema's waar ik hier als wethouder ook mee bezig ben. Als het gaat over ouderenzorg, als het gaat over de jeugdzorg, of mensen in armoede. Het zijn thema's waar je toch ook merkt dat daar landelijk heel veel beslissingen nodig zijn de komende tijd. Om de zorg te regelen voor mensen die dat echt nodig hebben. Om de jeugdzorg te hervormen. Of om te zorgen voor een goed inkomen voor mensen die in armoede leven. En ja, ik merk dat ik heel graag bezig ben met het vertalen van onze visie als partij in concrete voorstellen om dat beter te maken. En ja, daar zou ik heel graag op die plek mee aan de slag gaan. Hoewel ik ook heel graag hier in Delft met die thema's aan de slag was en ook heel veel gezien heb in Delft. Wat ik ook weer hoop te kunnen meenemen als ik in de Kamer zou terechtkomen. Ja, en waarom zou je inderdaad op die plek in de Tweede Kamer dit willen gaan doen? Omdat ik merk dat heel veel beleid wat we hier proberen handen en voeten te geven in de lokale politiek, dat dat toch wel in Den Haag wordt bepaald. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden in Den Haag als het gaat over de toekomst van de jeugdzorg, maar ook over de ouderenzorg. Of als het gaat over bestaanszekerheid en armoede.
daar ligt de basis. En ik vind het heel belangrijk om daar dus ook mee te denken en zelf ook concrete voorstellen te gaan doen. In het Finse Tampere hebben 3 Delftenaren prijs gepakt bij de wereldkampioenschappen taekwondo. Alle trainen zij bij de Taekwondo Academie van Graciela Idili. In een interview met haar vertelt ze ons meer over de sport. Hij heeft 2 keer rechts, 2 keer links, en dan ben ik. Als het is de rieven, even stoppen worden. Deze is zo draaien, deze beweging van mij draaien. Taekwondo is een Koreaanse verdedigingskunst. Het lijkt niet op judo. Bij judo ben je vooral bezig om elkaar vast te pakken en op de grond te werpen, terwijl wij veel meer traptechnieken en handtechnieken hebben. Maar eigenlijk is taekwondo ontzettend breed. We hebben heel veel onderdelen. De wedstrijdsport waar wij aan deelgenomen hebben recent op het WK bestaat uit sparren, dat is tegenover elkaar, punten proberen te maken. We hebben ook tool, dat zijn patronen. Eigenlijk is het super gevarieerd. Met het grootste verschil met bijvoorbeeld judo is dat wij veel meer trap- en stoottechnieken hebben. En je bent heel bekend in de taekwondo-wereld. En we hebben wat lessen bij je mee mogen maken. Daar zien we jong en wat ouder publiek. Maar tot welke leeftijd speel je taekwondo? Taekwondo kan je zolang als je leeft blijven doen. Alleen als je natuurlijk heel jong en vitaal bent, dan kan je het net wat explosiever allemaal doen. En dan ben je misschien wat mobieler en leniger. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een 30-plus groep. We hebben hier mensen trainen van in de 50. Dus zeg maar, het jongste lid is een jaar of 5, 6. En dat gaat tot en met 50-plus. Kunnen mensen gewoon een keer bij je komen kijken hier op de school? Ja, zeker. Van harte welkom. We hebben verschillende leeftijdsgroepen en we hebben altijd 4 gratis proeflessen. Ja. En omdat ik al zei, want ik vertel maar echt een klein stukje. Taekwondo is zo breed, dat kan je in een paar minuten niet uitleggen. Dus daarom zeggen we ook altijd, kom lekker 4 keer meedoen. Dan krijg je een goed beeld van wat het allemaal is. Je moet geduld kunnen hebben. Je moet geduld hebben om jezelf te willen blijven perfectioneren. Maar als je houdt van lekker wat conditiewerk, dan is het ook echt super geschikt. Zelfverdediging, je bouwt zelfvertrouwen op. Dus eigenlijk is het echt voor heel veel mensen iets leuks om te doen. We zijn erin gegaan met het idee van, ja, je kan in de eerste ronde liggen. Maar ik weet ook dat hij heel talentvol is. Nou, Tim, hoe was het voor jou toen je daar aankwam? Nou, toen ik daar aankwam, had ik zeker wat gezonde spanning. Ik had eerlijk gezegd ook niet verwacht van die derde plak. Maar ik legde wel gewoon focus op de wedstrijd zelf. En daar ging ik gewoon helemaal op en gewoon niks meer laten afleiden. Ja, dat is ook Tim's sterke punt, dus zijn focus. Ik geef hem een opdracht en hij voert hem perfect uit. En daarmee heeft hij super goede potten gedraaid en die mooie bronzen plak gewonnen. Wat is tool? Ja, tool is echt ook een heel moeilijk onderdeel. Het is echt een jury-sport. Je hebt vaste patronen, je moet die technieken perfect uitvoeren. Je begint op een 10 en elke fout die je maakt wordt afgeklikt. Je kan het een beetje vergelijken in die zin met een turnoefening. En Anissa, dan ben je daar bezig met die wedstrijd. Ja. En had je al in de gaten heel snel dat het de goede kant op ging? Nou, ja, aan de ene kant dacht ik wel, misschien zou ik deze pot kunnen winnen, maar... Natuurlijk, je zit daar op een wedstrijd en je durft alleen maar te hopen, want niks is zeker. Zeker omdat het ook een jurysport is. Dus ik probeerde me gewoon te focussen op zelf zo goed mogelijk lopen, want dat is het enige waar je invloed op hebt. Ik train hier ondertussen zo'n 5-6 jaar bij Graciela ondertussen. En jij ging ook naar dat wereldkampioenschap. Had je al eerder prijzen gewonnen? Ja, ik heb zeker al eerder prijzen gewonnen. Dat was allemaal bij de junioren. Dus ik had zeker al wat ervaring met eigenlijk als hoogtepunt voor ons Europees kampioen in 2019. Maar ja, dan word je ondertussen senior en dan verandert eigenlijk alles weer. Het niveau wordt weer net wat hoger, net wat fysiekere en sterkere tegenstanders. Ja. En je hebt meegedaan aan de koningsklasse senioren sparring. En dan lager dan 75 kilo, dat is zwaar ben je niet, hè? Je bent slank. Ja, klopt. En voor jou wel de bronzen plak? Ja, ik heb zeker een bronzen plak gewonnen. En het is eigenlijk een hele mooie plak voor ons, aangezien het was ook mijn debuut als senior op het WK. En als senior hebben wij nog geen plak gewonnen internationaal. Dus dit was mijn eerste medaille dan ook op een WK
alleen op EK's prijzen gewonnen. En ja, ik was gewoon super dichtbij. Ik verlies van de uiteindelijke wereldkampioen, verlies ik eigenlijk net aan. Hij was in 2019 ook wereldkampioen. Dus ja, het was gewoon super dichtbij, maar een hele mooie bronzen plak. Omroep Delft was in juni bij de officiële start van de waterbus. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder. Wij namen een kijkje om te zien hoe het er nu voor staat met de waterbus. Niet met de bus, niet met de auto, niet met de fiets, maar zo. Normaal ga ik fietsen naar werk, maar nou ja, er is iets speciaals aan gewoon over het water heen kunnen gaan. En een halte op de plek waar je moet werken is natuurlijk helemaal prachtig. Nou, de dienstregeling nu met deze boot, we zijn nu vandaag begonnen. Dan gaan we in principe de twee spitsblokken van 2 uur gaan we varen. En over een maand komt de tweede boot. En dan gaan we met 2 boten spitsen, zodat je elke 20 minuten op station Delft in de boot kan stappen. En dan gaat er 1 boot vaart de hele dag door. Dus dan kan je ook overdag terug of heen langs de Schie. Een eerdere proef met de waterbus geeft de ondernemers hoop dat het gaat lopen. De eerste vaart was heel rustig en toen zag je gewoon dat er steeds meer mensen aan boord kwamen. En dan zie je dus echt een stijgende lijn en dan denk je, ja, kijk, mensen weten het te vinden, vinden het leuk. Alleen maar plezier aan boord, alleen maar positieve reacties. Ja, dan weet je dat het een succes gaat worden. Een commercieel succes dus, met een duurzame insteek. De overtuiging dat steden zoals Delft een mobiliteitsuitdaging hebben. Auto's moeten de stad uit, het wordt steeds drukker. Openbaar vervoer is uiteraard aanwezig, maar kan wel wat beter. En dan ligt daar gewoon een prachtige snelweg door de stad heen, die eigenlijk vraagt om gebruikt te worden, maar dat moet je wel met een schip doen. Dat vraagt om navolging in andere steden. We zijn bijvoorbeeld aan het kijken naar Den Haag, rondom het Binkhorstgebied. Dat is natuurlijk een interessant gebied, veel ontwikkeling, nieuwbouw. Bij Leiden zou interessant kunnen zijn, ja, misschien wel Utrecht. Laten we eerst even Delft goed doen en dan kunnen we zeker ook nog even kijken naar de andere plekken. Sociaal bedrijf Stunt uit Delft biedt een leerwerktraject richting betaald werk voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Een van de medewerkers is Sebastiaan. Wij spraken hem over zijn ervaring met het traject. Ik denk constant aan gereedschap, vandaar ook dus dat ik... Dit is wat aftekengereedschap wat ik wat fijner vind om te gebruiken, dus neem ik mijn eigen spullen mee. Ik merkte vrij vroeg dat er iets anders was en toen ik 19 was, heb ik een diagnose voor autisme en ADD gekregen. Ja, handig om die diagnoses te hebben, want je weet waar je mee moet werken om te dealen met gewoon prikkels en gewoon hoe je dus comfortabeler kan leven. Ben je gelukkig? Ja, gewoon... Ja, zeker. Gewoon, ik kan hier mijn ding doen. Ik kan hier... Geluid. Ik heb het gevoel echt gewoon te groeien en te kunnen ontplooien hier. Dit was het maandoverzicht van september. Bedankt voor het kijken.